Hi, goedemorgen. Welkom of welkom terug op mijn kanaal. We gaan de nieuwe Maybelline Foundation proberen. En ik heb ook de, en dan moet ik even mijn bril op, want ik weet niet hoe die heet. De Maybelline Superstay Teddy Tint. Dit is ook voor je lippen, maar dit is echt heel donker. En ik heb nog wel een lipstift hoor van Maybelline. Dat is het probleem niet. Dus Superstay Maybelline. Dit is de Superstay Maybelline. De Maybelline Superstay Up to 30 uur Lumi Matte Foundation. Lumi Matte. Ze verzinnen wat, hè? Even kijken, wat staat er op? Niet heel veel. Oké. Dit is kleur 108, heb ik gekozen. Long Lasting Luminous Matte Finish. Ja, dat is het enige wat erop staat. Ik zie er misschien een beetje shiny uit, maar ik heb net een olie opgedaan als primer. Wow, zag je dat? We beginnen met één pompje. En ik vind het altijd lekker om gewoon het product een beetje zo te stempelen op mijn gezicht. En dan zie ik zo meteen wel wat er genoeg is. Mijn foundation kwast. Ik heb nog geen concealer opgedaan. Want over het algemeen vond ik dat hij goed dekte, maar dan heb ik wel wat meer product nodig. Hij heeft een lichte tot medium dekking, vind ik. En op zich vind ik dat niet vervelend, want ik vind een lichte tot medium dekking echt helemaal prima. Maar ik vond het ook fijn dat ik hem iets kon opbouwen, zodat ik geen concealer nodig had. Een beetje in de donkerste van je ogen. Een beetje stempelen, want dan krijg je de meeste dekking. Dit is echt een goede medium, lichte tot medium foundation. Hij is nu nog nat, hè? Dus daarom is hij een beetje. Daarom ziet hij er veel meer luminous uit dan dat hij gaat zijn uiteindelijk. Maar dit is echt, echt een mooie foundation, jongens. Hij draagt goed. Ja, zoals altijd poeder ik het wel af. En ik doe gelijk mijn neus, zodat er geen crease gaat ontstaan. Of mijn neus onder mijn ogen. Mijn neus.
Ik dacht eerst, ik maak hier gelijk een heel full-face Maybelline van. Maar zoveel Maybelline heb ik achteraf gezien helemaal niet. Deze poeder is van Essence. Van de nieuwe update. Hè. Deze komt uit mijn everyday bakje. Als het goed is, staat die video al online. Ja, nou kijk. Afgepoederd. En dan zie je toch nog wel wat luminous er doorheen komen. Oh, kut. Ja, sorry. Dat flapte eruit. De teddy ding. Dat kan ik natuurlijk. Ik ga het gewoon doen. Ik wou zeggen. Dat kan ik nu natuurlijk niet meer doen op mijn wang. Ik ga het gewoon doen. Ja, ik vind het als blush echt wel een hele mooie kleur, hoor. Dit is trouwens de elf... liquid blush kwast. Oké, het werkt op zich best prima over poeder heen. Of het ideaal is, weet ik niet. Maar ik heb hier een lippenpenseel. Zullen we het gaan proberen op de lippen? Ik ben een beetje nerveus. Oh. Oh, met één laagje valt het reuze mee. Oh. Oh. Oh, dat vind ik helemaal niet vervelend, hoor. Dit zou ik wel dragen. Ik vind hem met één laagje echt heel mooi. Oh, oh, ik had echt gedacht, ik had een andere Maybelline lippenstift erbij gepakt. Ik vind het echt heel mooi. Het is net een tintje donkerder dan mijn eigen lippen. Wauw. Oké. Ik kan daar eens een keer oké zeggen. Ik wil wel heel even deze bijwerken. Dat doe ik met mijn kwastje. Want, kijk, deze lip loopt heel mooi rond. Zie je dat? En deze loopt wat rechter. Oh, je kan hier ook heel mooi nog extra... Kijk nou, een lijntje mee doen. Want hij is nu een beetje opgedroogd.
We maken nog even wat donkere lijntje, kijk. Wauw. Ja. Oh, dit valt me helemaal niet tegen. Dit valt me helemaal niet tegen. Het voelt een beetje als die van Anastasia. En Charlotte Tilbury heeft er ook zo een beetje zo whipped. Helemaal niet. Oh, ik vind het eigenlijk best heel mooi. En de blush ook. Ik had het niet verwacht. Serieus niet. Goed, ik ga even mijn make-up afmaken. Maar dit was het wat betreft de nieuwe Maybelline dingen. Waren maar twee dingetjes. Ik ga nog even wat mijn wenkbrauwen doen. En wat mascara. En dan ben ik klaar. Dat is helemaal niet interessant verder. Maar ja. Oh, dit ga ik vaker dragen. Zo één laagje. Eén laagje is voor mij meer dan genoeg. Ik hoef niet van die knal. Ja, soms heb ik daar wel zin in. Maar... dit is wel een hele donkere kleur. Maar zo één laagje met een kwastje zo'n beetje uitvegen. Prachtig. En als blush is die heel mooi. Oké, jongens, dit was het. Ken jij deze producten al? Laat even weten. Wat vind jij ervan? Wat vind je van de kleur? Ja. Ik ben echt heel blij mee. Doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Daar help je me mee. En dan zie ik jullie graag bij de volgende. Doei!